Een tantrische kus. Nu komt het. Okay. Dat doe je met een slokje. Mm-hmm. En die geef je vanuit jouw mond over aan de ander. Oké. Motherfuckers! Lieke is open, avontuurlijk en nergens bang voor. Behalve voor de liefde. Laat de liefde hebben. Ja, echt? Ja. Daarom ga ik haar helpen om de liefde weer leuk te gaan vinden. Iets minder direct doen. Oh nee, ik ga niet aan al dat gezeik beginnen hoor. Ik zeg gewoon waar het op staat. Met verschillende experimenten en dates gaan we op onderzoek uit. Ik vind het wel oprecht gezellig. Ja. Het is wel echt leuk. Dit is Expeditie Liefde. Daar zijn we dan. De laatste aflevering alweer. Door middel van meerdere experimenten en dates is Lieke inmiddels meer opengesteld voor de liefde. Maar er zijn wel nog een paar blokkades. Dus een mooi moment om deze nog één keer onder de loep te nemen. Nou, ik ben aangekomen bij het gebouw van de datingcoach. En eerlijk gezegd voel ik mezelf eigenlijk een beetje een loser dat ik nu een soort sessie ga doen over hoe de fuck ik moet daten. Misschien helpt ze me ook wel over hoe ik niet alle liefde weg kan geven als ik verliefd ben op iemand. Ben benieuwd! Lieke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Hoe kijk je naar liefde? Mensen zeggen altijd van je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Klopt. Wat vind je daarvan? Want ik zie jou... Eerst dacht ik van hé, maar wat bedoel je daarmee? En toen op een gegeven moment ging ik nadenken van als je niet van jezelf houdt, dan geef je alle liefde weg aan die ander. En dat is de fout die ik maak en dat zie ik. Alleen ik weet gewoon niet hoe ik het anders moet doen. Hoe vond je het om te horen wat jouw exen van jou vonden? Ja, heel grappig, maar... ook heel ongemakkelijk. Weet je nog wat ze gezegd hebben? Nee. Ze zeiden, je bent eerlijk, attent, lief, en sociaal, intelligent, eigenzinnig en loyaal. Geloof je dat? Nee. Zou je openstaan voor een oefening met mij? Ja. Ik heb een spiegel hier staan. Oké. En we gaan het eventjes oefenen. We hebben net die mooie eigenschappen opgeschreven. Ja. Die notabene jouw exen hebben verteld over jou. Ja. Maar nu wil ik dat jij heel erg... het gaat geloven dat mensen jou zo zien. En dat het een cadeautje is om een relatie met jou te mogen hebben. Mm-hmm. Dan plakken we de post-it op de spiegel. En ik wil graag dat jij jezelf aankijkt en zegt, ik ben. En dan oh, wat ongemakkelijk. Waarom we dit doen is, je gaat in je hersenen verbindingen leggen, waardoor je dit ook gaat geloven en ook echt gaat ownen. Oh, moet ik dit nu gaan zeggen? Adem in, kijk jezelf aan. Ik ben. Nou, ik vind het zo ongemakkelijk. Oh, wat stom. Oké, wat stom dit. Wat een kutoefening. Oh, wat erg. Ik vind het zo ongemakkelijk. Ik voel me echt een loser. Maar goed, oké. Ik ben eerlijk. Ik ben attent. Ik ben lief. Ik ben sociaal. Ik ben intelligent. Ik ben eigenzinnig. En ik ben loyaal. I did it. En ik ga je de belangrijkste date tip, wat iedereen moet weten over daten, ga ik je nu geven. En daar helpt dit namelijk bij. Ga tijdens een date jezelf niet afvragen, wat vind ik van hem? Wat vind ik van de date? Vraag jezelf alleen maar af, wat vind ik van mezelf tijdens de date? Welke versie van mij zit hier aan tafel? En alle versies goed te keuren. Omdat jij altijd goed bent en de versie die hij bij jou naar boven haalt, is zijn prestatie. Het gaat om jou, niet om de date. Niet om de activiteit. Ja. Jij voelt je goed. En daarom zeg ik, ga wat doen. Ja. Omdat het dan makkelijker is om te voelen. Het mooiste gevoel wat iemand je kan geven is dat jij als jezelf goed genoeg bent. Dat is liefde. Ja. Ga je doen, denk je? Ja, ik ga het proberen. Ja. Ja. Op mijn volgende date. Hi, schatje. Ik ben dus bij een datingcoach geweest. Oh lord. Ja, ik voelde me ook best wel een beetje een loser, dat ik dacht... Heb je er wat aan gehad, denk je? Nou, wat er vooral uitkwam was dat ik de positieve dingen die mijn ex over mij zeggen, dat ik die moet gaan geloven. Zeggen ze positieve dingen over jou? En dat ik gewoon, als ik ga daten, iets moet doen wat ik zelf leuk vind. Zijn dit dingen die jij herkent van je beginfase met Kai? Oeh... Zeg maar, vond jij het moeilijk om te geloven dat hij jou leuk zou vinden? Ja, een beetje wel. Nou, misschien moet het niet te veel als date
benoemd worden, maar gewoon als je gaat wat leuks doen met iemand en je gaat iemand gewoon leren kennen. Dat denk ik ook. Ook... Een date maakt het al zo spannend of zo, vind ik vaak. Maar zullen we elkaar eens even inbellen? Ja, ik ben heel benieuwd. Oh ja. Hoi! Hey Lietje. Hey jongens. Ik heb net dateadvies gehad, Kai. Ja. Dateadvies? Ja. Kai's hobby was ongeveer daten. Veel mensen vinden het juist ongemakkelijk daten, maar ik vind juist die spanning vind ik juist gewoon tof. Mijn moeder zei dat ik gewoon mezelf moet zijn. En toen dacht ik... Doe dat maar niet. ik vroeg ook aan haar, schrikt dat niet af, mam? De kans van vragen wel even hoog houden. Nou, ik zoek het wel uit. Liefje, heel veel succes. En anders kom je dan lekker bij ons eten, Liek. Ja, dat sowieso. You got this. Maak hem gek. Ik maak hem gek. Dag. Doei. Liek. Bram. Jij hebt van je datingscoach te horen gekregen dat het belangrijk is dat je iets leuks gaat doen. Ja. Iets wat jij leuk vindt. Ja. Nou, dat gaan we niet doen, maar wel iets wat ik leuk vind. Oh, nee. Ik heb namelijk voor jou een Tantra workshop geregeld. Je hebt geen idee wat het is. Ja, sekstandjes toch? Nou, intiem met elkaar een beetje gaat voelen. Nee. En, Met wie moet ik dit gaan doen dan? Ja, ik heb een superleuke date voor je geregeld. Ja. En waarom precies moet ik een tantra workshop doen? Nou, jij hebt moeite met intimiteit. Nou, dus... dat valt best mee hoor. Dit is echt dicht tot elkaar komen. Getsie. En dat is belangrijk om zo een relatie met iemand te kunnen starten. Oké. Okay. Ja? Klaar voor? Nee. Nou, ik wel. Oh, wat wordt het ongemakkelijk. Hallo. Hi. Goedemorgen. Ik ben Lieke. Hi. Ik ben Wilma. Ik ben Lieke. Welkom. Hallo. Hi. Dankjewel. Nou. We gaan jullie... vandaag meenemen in een tantrische ontmoeting. En dat is anders daten als dat je tot nu toe gewend bent. Ja. En het gaat meer om het contact, om verdieping, niet seksueel. Mm-hmm. Dus echt de eerste stapjes van het ontmoeten van elkaar. Oké. Okay. Hij is ook zo lekker ongemakkelijk aan het lachen. Dan mogen jullie gaan zitten. Ik ben benieuwd. Ze heeft er heel veel zin in, kan ik zien. Nou, we gaan beginnen met de eerste oefening. En dat is een korte meditatie. Nou, Liek, ontspannen. En misschien gaan er allerlei gedachten door je hoofd. Wat doe ik hier bijvoorbeeld? En nu denk je, Dieke die doet de hand bij de buik, want dan kan ze beter ademhalen. Zo. Maar ze vertelde net dat ze heel nodig moest poepen, dus ik denk dat ze gewoon de poep aan het inhouden is. Je gewaar worden dat je haren kriebelen in je nek. Een luchtstroom langs je mond. Als jullie nu denken, waar de fuck zit ik naar te kijken? Ik denk precies hetzelfde. Aansluitend gaan we een awareness oefening doen. En dan voel je heel authentiek wat je voelt als je naar de ander kijkt. Ik zie de pijn in Lieke de ogen. Misschien voel je ongemak. Ik heb wel in elk geval. Nieuwsgierigheid. Ik ben zo benieuwd wat er in Lieke de hoofd omgaat op dit moment. Rook je? Als ik naar je kijk, dan ervaar ik onrust. Dankjewel. You're welcome. Als ik naar je kijk, dan zie ik ADHD. Als ik naar je kijk, dan zie ik iemand die op zoek is naar zichzelf. Dankjewel. Wil ik nog een keer. Hoeft niet, als je denkt dat je genoeg hebt gezegd. Dank je. Namaste. Dit is meer een oefening van overgave. Ja, ik ben benieuwd. Zo. Welkom. Ik vind het wel inderdaad ongemakkelijk. Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Oh, pijnlijk dit om naar te kijken. Ga je langzaam naar haar buik.
dat is niet de buik en zo. Pas op dat je niet mijn navel gaat. Sorry, ik kan er niet tegen. We gaan naar de laatste oefening. Oké. Okay. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik heel benieuwd hoe de vorige oefening was. Eerst is het een beetje ongemakkelijk, maar op zich, daarna kon ik me er wel aan overgeven. Alleen wat ik wel doe in mijn hoofd is, niet lullig naar jou bedoeld, maar het inbeelden alsof het iemand is die ik ken en vertrouw, zeg maar. Omdat het natuurlijk voor jou ook een ding is om je over te geven. Bedpartners wat ik heb gehad, dat ging allemaal echt puur en alleen over seks, zeg maar. Op één na, daar voelde ik wel een connectie mee, maar de rest al 2 jaar lang niet, zeg maar. Nee. Dus ik denk ook dat je dat zo jezelf hebt aangeleerd om een bepaalde muur ertussen te zetten. Ja, en dat is ook waarom we juist zeggen van, ga tantrisch daten en ga tantrische oefeningen doen om zo juist eerst een connectie te hebben voordat je seks hebt. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Een mooie oefening is, hè, dus om wel in het sensuele te gaan, maar nog niet in het seksuele, is een zintuigensessie. Een tantrische kus. Nu komt het. Dat doe je met een slokje. Mm-hmm. En die geef je vanuit jouw mond over aan de ander. Oké. Okay. Motherfuckers! Shit, oké. Okay. Hup, zijn mijn mond te open. Dit was drinken. Hè? Huh? Oh, drinken. Lekker? Waar zit ik naar te kijken, joh? Grappig. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel gek als dat. Niet zo gek. Wat zeg jij? Dat ga ik vaker doen. In de kroeg. Ja. Nou, maar ik wil naar huis. Nou, Lieke, hoe voelt dat nou? Ik wist ook gewoon dat jij dit vind jij natuurlijk fantastisch. Ja, ik heb genoten. Ja, dat dacht ik al. Maar nou, kijk, de aanloop ernaartoe dacht ik echt van, ja, dit is fucking raar en dat hoeft van mij gewoon niet. Maar eigenlijk, toen ik het deed, dacht ik, oh, dat is eigenlijk best prima. En overal, de hele ervaring? Het was een hele bijzondere ervaring. Een bijzondere ervaring? Het was een hele bijzondere ervaring. Wat maakte het bijzonder? Omdat ik gewoon al 2 jaar lang die connectie uit de weg gaan met iemand. En nu moet je dat ineens op gaan zoeken. Het hele systeem wat je hebt gebouwd, daar moet je ineens tegen ingaan. Ja. Ik kreeg ook het idee dat je wel echt iets hiervan geleerd hebt. Nou, misschien eigenlijk wel meerdere dingen. Ja? Ja, ik ben er wel echt achter gekomen dat ik controle wil houden. Ja. Maar ook dat op dat seksuele gebied vind ik dat wel lastig om iemand helemaal te vertrouwen. Ja. En overal de hele expeditie. The whole experience. Ja. Ja, ik denk dat we gewoon kunnen concluderen dat ik op dit moment in mijn leven gewoon even volledige zelffocus nodig heb. Gewoon even met mezelf bezig, het leren houden van mezelf. Liefde mag nooit een opvulling zijn van je leven. Het moet een toevoeging zijn. Je moet gewoon goed zijn met jezelf, met het leven, hoe je hem invult. En dan is het leuk als daar een extraatje bij komt, een partner. Ja. Maar voor nu prima zo. Prima zo. Nou, lieve kijkers, dankjewel voor het kijken. Ja, onwijs bedankt. En laten we maar gaan focussen op zelfliefde, denk ik, hè, met z'n allen. Ja. Toch? Mooi. Mooi. Mooi einde. Ja, niet iedereen moet nu verliefd gaan worden, want dan, weet je al, wordt de markt leeggeplukt. En ik wil wel over 2-3 jaar toch wel ook iemand vinden. Ja, precies. Snap je? Nou ja, alles kan kapot, laat maar, is prima. Oké, doei.